Energiecircus is een bijeenkomst met inwoners van onze vier dorpen, waarin we gaan praten en hun mening willen horen van die inwoners over waar het beste windmolens en zonnevelden in onze gemeente kunnen komen. En dat doen we in een echte circustent die er helemaal op toegerust is, met een beeldschermen en een 3D-energietafel, waar je de plattegrond ziet van de gemeente Heumen en waar je te plekken een fiche kan neerzetten waar een windmolen gewenst is of waar zonnevelden gewenst zijn. Waar en in welke mate gaan we die plaatsen? En daar willen we graag de mening horen van onze inwoners. Heeft u al bijvoorbeeld locaties dat u zegt van nou, aan inwoners denk hier eens aan, want dit zou wel eens een goede locatie kunnen zijn voor bijvoorbeeld wat windmolens? Ja, we laten morgenavond op de kaart zien waar ze mogelijk zouden kunnen komen, waar dus geen wettelijke beperkingen zitten. En vragen dan aan de inwoners, als je deze mogelijkheden ziet, van waar zou je ze dan als eerste, tweede of derde voorkeur willen hebben? We hebben als coalitie van de gemeente Heumen gezegd, we hebben een voorkeur voor windmolens langs de A73. Mm-hmm. Maar als de inwoners zeggen van liever op een andere plek of en daar en nog ergens anders, dan staan we daar open voor. Hoopt u ook op nieuwe initiatieven vanuit inwoners vanuit de gemeente Heumen? Ja, we hebben al een stel enthousiaste inwoners die zeggen wij willen met elkaar een energiecoöperatie vormen. Mm-hmm. En wij willen graag betrokken worden vanuit inwoners om mee te doen qua investering en dus ook qua rendement. En dat zorgt ook in de praktijk voor draagvlak. Dus, en we hopen dat die groep die nu de energiecoöperatie in de gemeente Heumen aan het opstarten is, dat daar nog meer mensen zich ook bij aansluiten.